Pip is vermist en het is natuurlijk heel erg heftig. Cadeautjes. Speelgoedwinkel. Der Kinder. Ja, ik begin gewoon echt te hagelen hier. Hey, kom, hier is een ballon. Oké, okay, gaat die. Zelfs de politie die is op zoek naar Pip met helikopters. We moeten hier helemaal naar boven toe. Het is gesloten en er staat duidelijk verboden toegang. Oké, jongens, we hebben een andere ingang gevonden. Ja. Probeer het eens. Het is open. We zijn de drie kusketeers. Yes, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Ramon. Ik ben Jesse. Ik ben Sam. We zijn de Bakkertjes. We hadden nog iemand erbij moeten zeggen. Wie is ook weer? Even kijken. Jesse, Sam. Pip. 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 Ah nee, niet weer jongens. Oh my god. Pip is vermist. Moeten we weer gaan zoeken? Jij bent een slechte vader, ik ben een slechte vader. Moeten we snel gaan zoeken of zo? We moeten echt snel gaan vinden eigenlijk. Ja, nou, misschien dat jullie de vorige twee video's hebben gezien, want we zijn Jesse al een keer kwijtgeraakt, we zijn Sam al een keer kwijtgeraakt. Nou, we zouden eigenlijk Pip moeten zoeken, maar het is wel erg slecht weer buiten. Oh. Nou niet. Het is nu even droog. Maar net was het wel slecht weer. Oké, okay, wat doen we? Gaan we Pip zoeken of blijven we hier? Wat doen we? Blijven lekker op de computer. Eerst even een uurtje rusten en dan gaan we zoeken. Ja, let's go! Nee, vet zie dat. Even serieus jongens, Pip is vermist en het is natuurlijk heel erg heftig, dus we moeten haar gaan vinden. Ja. Er is wel weer een poster van Vermis en dan zit daar misschien de aanwijzing. Kom, we gaan zoeken. We gaan even zoeken. Dit is wel fanmail, misschien zit hier. Ja, we kregen ze juist fanmail. Zullen we kijken? Mensen, bedankt voor de fanmail. Ja, dankjewel. Oh, lekker snoep. Hou op een beetje snoep hoor, Sam. Wacht. Lieveling snoep. Oh, wat leuk dat er al chips. Bolognese chips, paprika chips en dan voor papa. Ik krijg geen chips jongens. Ik ben een grote fan van jullie. Jullie verdienen wel een cadeautje. Maar na al die leuke filmpjes, daarom deze squeezies. Dit voelt er gewoon ook echt lekker. Besef jongens, hun zijn hun zusje kwijt. Prioriteiten stellen. Oké, we gaan nu op zoek. Heel vaak gaat Pim dingen verstopt onder de bank. Ga je even kijken? Of onder het keukentje. Ja, Pip die doet altijd heel vaak dingen verstoppen hieronder. Dat hebben jullie misschien al wel eerder gehoord. Hè? Dat als hij geld ziet, dan verstopt ze dat. Zo is Pip ook gewoon. Ja, Pip had hier wel iets van 1000 euro verstopt. 1000 euro, dat was steeds meer. 300. Ja, 300. Oh, we zoeken natuurlijk een beetje naar dingen die met Pip te maken hebben. Ik weet het. Wat heeft hier in huis met Pip te maken? Nee. Oh nee, jullie zus is vermist. Lief. Naam Pip de Bakker, nou dat klopt. De leeftijd 4 jaar, bijna 5 klopt ook. Aanwijzing, oh jee. Waar wij zijn fietsen, cadeautjes. Speelgoedwinkel. In koor. Zo, dat is wel heel erg snel. Hoezo speelgoedwinkel? En daar kan je cadeautjes kopen. Ja. En wat, ja, maar wat zijn die fietsen dan? Fietsen, moet je met de fiets heen. Ja, je moet daar met de fiets heen. En misschien onderweg zit daar een aanwijzing. Wij gaan naar de speelgoedwinkel. Ook al is het nog steeds corona en is alles gewoon dicht, maar we gaan toch naar de speelgoedwinkel op een zondag. Oké, jongens, we hebben de fietsen gepakt. Ik zou mee willen fietsen, maar helaas, ik moet met deze auto. Wie is eerder? Succes, hè, voor zilveren auto's. Oké, jongens en meisjes, de vraag is, wie gaat er eerder bij de Intertoys zijn? Ben ik dat? Of zijn Jesse en Sam dat? Ik zie ze nog iemand, ze zouden uit die straat moeten komen, daar zo. Oh! Daar zijn ze hoor. Wie was eerder? Bye bye. Nee, echt niet. Nee, maar je moet wel te gaan. Nee. Jesse. Ah! Goed, nou we kwamen bij de Intertoys aan, alleen Jesse en Sam die gingen in één keer weer weg. Geen idee wat ze zijn. Ah, nou daar komen ze weer aan hoor. Dat is Jesse. En daar komt Sam aan. Wow, 360 graden jongens. Intertoys. Maar, zou die open zijn? Nee? Ik heb het niet. Huh? Oh. Oké. Okay. Wat is dit hè jongens? Nu? Ja? Nee, ik weet het niet. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wat zou dit betekenen? Kennen jullie dit? Ik heb dat een keer gedaan, maar ik snapte helemaal niks van. Nee, ik heb dit nog nooit gedaan dus. Hebben we het nog nooit gedaan? Wat? Er wordt hier eens aangewezen. Kin. Kin, wat is dit? Kinderen! Nee. Schreeuw me jong! Derde
En de der is... Der? Kinder. Ja, kinder. Oh, yes, goed hoor. Twee. Wat is dit voor logo? Tweede. Weet ik niet meer. Ik zie geen spuugkwakje. Het tweede. Ik weet echt niet wat het is. Ik weet het. Nou, wat dan? Pannenlekkertje. Ja, het logo. Het vredeslogo. Vrede. Vrede is een ja. Oh, ik weet het. Oké, nou, we hebben nou kinder. En dan vree. Kinder, vree. Kindervre. De volgende, Sam. Deze is voor jou. Wat is het voor dier? Een mug. En dan de emmer van afhalen. Wat heb je dan? Ugh. Kindervrug. En wat is dat? Oh, de. Kindervrucht. Kindervreugde. Wat is dat kindervreugde? Ik weet het. Dat zit daar in de hoek. Ja. Wij gaan daarin. Oké. Okay. Ja, wij gaan fietsen. Dag. Hoi. Jess en Sam beginnen er echt een handigheid aan te krijgen. We gaan nu door naar de volgende. Misschien moet ik het volgende keer toch wel moeilijker maken. Niet dat ik het heb gemaakt natuurlijk. Oké, jongens en meisjes, het begint gewoon echt te hagelen hier. En dat allemaal voor jullie zusje, jongens. We moeten hier zoeken naar een aanwijzing. Nou, Pip is hier niet. Pip! Aanwijzing! Aanwijzing. Kom! Hey, kom, yes, een ballon. Oké, er waait gewoon een ballon uit deze boom. Die was dus niet heel goed vastgemaakt. Wat? We gaan het kapot maken. Misschien zit wel een aanwijzing erin. Of Pip zit erin. Zit Pip daarin? Is het metaal? Mooi. Mooi. Nee, kijk. Ja, mooi, Sam. Pas op dat niet tegen iemand zo op hoofd aan komt. Ja, jongens, er ligt één kind vermist, één kind in het ziekenhuis met een gat in zijn hoofd. Op prikkeldraad. Oh, ja. Oké, gaat die. Wow, wat is dat? Nee, we hebben alles net verloren. Oh, wacht, hier gaat ook een stukje... Ah! Ripputsel. Oh shit. Rip. Ja, nee. Dat komt hij weer aan. Hier zit grote oren. Grote oren. Grote ogen. Grote ogen. En een pet van Monkey Town. En dat is iets waar Pip natuurlijk helemaal fan van is van Oli. Dus we moeten naar Monkey Town. Gaan we naar Monkey Town? Ja. Er zijn zoveel mogelijk. Ja, dat is waar. Zullen we gewoon degene doen die het eerst bij is in Wiegen? Ja. Oké. Okay. Zullen we dit even snel vragen? Ja, nee. Oké, okay, Sammetje, we moeten dus helemaal naar Monkey Town in Wiegen. Maar zullen we eerst even naar huis gaan om daar fiets even terugbrengen? Je wou niet gaan fietsen? Dat is niet lekker weer. Luilak. Luilak. Ja, juist. Kijk, jij gaat zo snel. We knippen onze vingers en dan zijn we bij Monkey Town in Wiegen. Zullen we dat doen? 3, 2, 1. Ik denk dat het dicht is. Wow. Het ziet er niet heel open uit, nee. Nee. Wat? Het is open, kijk eens. Oké, we gaan even zoeken. Dat hebben ze heel huis gepakt. Inderdaad, ja. Oké, kom, ga daarin. Zou Pipje daar zijn? Of de volgende aanwijzing. En? Nee. Niet. Wat zien jullie dan? Kan toch? Ja. Help me! Jullie zijn zoveel ballen. Oké, misschien hier en jongens. We kunnen helemaal geen aanwijzing vinden hier zo. Nou, de speutergedeelte is natuurlijk wel het plekje van Pip. Ja, daar zo. Ook niet. Nou, Jesse die vermaakt zich ook wel. Hey. Geluidje, kom eens jongens. Oh, we horen iets. Zou dat pussen? Nou, wat is het dan? Achter. Zou dat pip zijn of is het? Wat? Een ladder. Oké, jongens, we horen apengeluiden hier zo. Jesse, heb je het? We gaan even daar kijken, jongens. Ja? Oh, Sam gaat via de hindernisparcours. Jongens, kijk eens wie er is. Oh, het is Oli, jongens. Ja, die komen ook altijd tegen hier zo. Woe! Maar Oli,
We zitten met een probleem. We zijn Pip kwijt. Oh, huh? Wat is dat, jongens? Dank je! Hey, Uli, bedankt. Wij gaan er zelf vandoor. Doei! Oké, jongens. Wat hebben wij gekregen? Wat is dat dan? Het begint al harder te waaien, jongens. We moeten voor de storm... Hey! Billy Bird! Hoe gaat dat Billy Bird dan? Okay. Ja, dat is wel helemaal klaar. Laat hem maar vallen. Oké, we even kijken nog een keer. En het is van mij. Ja, daar zit jouw naam op. Ja, die is wel heel goed. Ja, die is ook Pip aan het zoeken. De politiehelikopter. Jongens, zelfs de politie die is op zoek naar Pip met helikopters. Bijgestelde auto in. Ja! Oké, jongens, hier is Billy Bird, want het is helemaal dicht natuurlijk hier. Achterom. Ja. Wow. Wel de ramen stond. Dit is de achteringang. We kunnen kijken dat het open is. Wat zeg je? We kunnen kijken dat het open is. Is die open? Oké, jongens, het is gesloten en er staat duidelijk verboden toegang voor onbevoegden. Maar ja, onze dochter, onze zusjes hier, jongens. Oké, jongens, we hebben een andere ingang gevonden. Ja. Probeer het eens. Oh. Dat is heel gek. Kan niet anders. Ja, kijk eens. Oké, ga hierheen, ga hierheen. Ja, ja, kom maar. Ja, jongens. Ik denk hier. Ja, zullen we in daar? Hier zo? Ja. Pep! Pep! Pepje! Ja, oh, de arme zusje van jou, die is helemaal verkoud. Oh, ja, ze had haar eigen schuld, ze is weggegaan. Ja, daar heeft Jesse dan weer gelijk in. Zo, het waait dat hard, jongens. Kijk naar die golven daar zo. Door storm en wind zijn we op zoek naar Pipje. Pip! Oké, het is echt helemaal niemand is hier. Maar we hebben dit ding maar. Oh, wacht ja. Even. Billy Bird, ja, dit is gewoon Billy Bird dit. Het is echt zicht van. Het zicht van. Ja, zicht het van. Is een vogel. Het zicht van. Drie dingen wat hoog. Ja? Dat? Ja? En die geluiden daar. Maar hoe zo hoog dan? Wat is er hoog? Oké, jongens, we moeten hier helemaal naar boven toe. Pep! We horen iets. We horen naar boven! Hier naar boven? Kom jetten! Oké, jongens. Boven. Wat zegt ze? Ja, dit is spannend, jongens. Oké, jongens, we zijn helemaal bovenaan. Is ze daar? Ja? Is hier ook niet? Was je al die tijd hier? Ja. Nou Pip, je had wel een mooi uitzicht hier. Ja, je waaide gewoon weg hier. Ja. Oké, jongens en meisjes, we hebben Pip gevonden. Door de storm en de wind en de regen. Ik ben hier thuis. Nee, je was niet thuis hè? Nee. Hoe kom je in één keer weg? Waar was je toch gebleven, man? Ja. Gekkie. Nou, we gaan. Ja, dat gaat heel snel. Nee, dat was niet. Nou, we zijn beneden, jongens. Hij is dood. Nee, die is niet dood. Die is lekker aan het slapen. Doe maar, zeg maar wel te rusten. Nee, doe maar niet eieren. Hij is aan het slapen. Zeg maar wel te rusten. Sorry, vogel. Oké, jongens en meisjes, en dit was onze video dat de Pipje vermist waren. Bedankt voor het kijken. Als je nog geen abonnee bent, is er één ding wat we moeten doen en dat is... Abonneren! Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer! Ja.